Ja, welkom allemaal op deze nou ja, voor mij hele druilige dinsdagmiddag. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Bij de online informatiebijeenkomst voor de Nederlandse Onderwijspremie. Hopelijk heeft iedereen nog een beetje energie na een dag lang hard werken. Mijn naam is Lars de Bruin. Ik ben beleidsmedewerker bij het NRO en een van de secretarissen dit jaar voor de Onderwijspremie. Ja, zeker. Dat ja. doe ik ja. niet alleen, maar dat doe ik samen met twee collega's, met Henriette en Ellen. Misschien willen jullie je ook heel even voorstellen of even hallo zeggen. Henriette? Yes, hi. Ik ben inderdaad collega van Lars en ook een van de beleidsmedewerkers bij het NRO. En dan nog Ellen. Dat geldt ook voor mij. Ik ben ook programma- en beleidsmedewerker bij het NRO. Super. En nou ja, vandaag zullen wij deze bijeenkomst kort wat vertellen over de onderwijspremie. Dus we zullen eerst iets vertellen over de achtergrond. Dan ook iets meer over het proces waar je in komt als je een voordracht wil indienen. En daarnaast zijn we heel blij dat ook Carlien vandaag is. Zij heeft samen met haar onderwijsteam vorig jaar de premie gewonnen voor het MBO. En zij zal ook iets vertellen over haar ervaringen afgelopen jaar, hoe het voor hun was, hoe zij het hebben ervaren. En kunnen we ook natuurlijk wat tips en tops met elkaar delen. En aan het eind van de sessie is heel veel tijd voor vragen aan wie jullie ook willen. Om die gewoon allemaal gelijk te behandelen. Mocht je tijdens de presentaties al vragen hebben, zet ze gerust al in de chat. Dan kunnen we ze op de achtergrond al een beetje verzamelen en verwerken. Even kijken wat we al gelijk kunnen beantwoorden of wat we aan het einde doen. En het is ook goed om te weten dat we deze presentatie ook opnemen en online zullen zetten achteraf. Zodat ook mensen die er vandaag niet bij kunnen zijn, wel even kunnen terugkijken. We zullen alleen de presentatie online zetten, dus niet het hele vraaggedeelte achteraf. Dus nou ja, wees ook niet bang om dan vragen te stellen. En dat is eigenlijk al het hele programma voor deze bijeenkomst. Dus hopelijk hebben jullie er wat aan. Dan gaan we gewoon lekker beginnen. We zijn natuurlijk allemaal voor de onderwijspremie. Wat is dat eigenlijk? Dus het is de hoogste onderscheiding die we in Nederland hebben ter waardering van en als impuls voor onderwijsvernieuwing en verbetering in het MBO, HBO en WO. De premie is in 2021 voor het eerst door de minister uitgereikt. Toen was het alleen nog voor het hoger onderwijs beschikbaar, maar we zijn heel blij dat we eigenlijk sinds 2023 voor het hele vervolgonderwijs kunnen uitreiken. Dus zowel voor het MBO, HBO als voor het WO. Dus dit wordt eigenlijk de vijfde keer dat we zo'n premie uitreiken. En met de premie wordt waardering uitgesproken aan al die onderwijsteams die in de afgelopen 6 jaar een initiatief hebben ontwikkeld dat heeft geleid tot een bijzondere prestatie. En de premie is echt bedoeld als waardering voor onderwijsvernieuwing in het onderwijs. Het gaat om grote bedragen. De premie is in totaal 7,5 miljoen beschikbaar, verdeeld over de 3 sectoren. En per sector zijn er ook 3 onderwijsteams die een premie kunnen winnen. Dus dat is ook wel echt leuk aan deze ronde die we hebben, is dus dat het niet zo is dat er is 1 winnaar en dat is het. Maar dat we, nou, je zag het op de foto, een heel podium vol met winnaars hebben die met het geld ook weer andere mensen kunnen bereiken. En hun mooie projecten die ze hebben uitgevoerd kunnen delen met andere instellingen en andere opleidingen, zodat er nog meer mensen profijt van kunnen hebben. En dat is ook waar de premie voor bedoeld is. Dus om bestaande projecten die je hebt verder uit te bouwen, verder te ontwikkelen, te delen met anderen. Of om nieuwe initiatieven op te richten die een beetje uit het verlengde komen uit je project. En dat is ook de vraag, klinkt heel goed, maar hoe kun je daar nou aan meedoen? Daarvoor moet je als onderwijsteam voorgedragen worden. Er zijn een paar partijen die dat mogen doen. Voor de meeste geldt dat het bestuur is van je instelling. Dus vanuit bekostigde mbo-instellingen, hoogonderwijsinstellingen zoals hogescholen en universiteiten. Dat is het meest gangbare. En de landelijke studentenverenigingenbonden die we hebben, JOB, MBO, ISO en de LSVB,
die mag ook allemaal een onderwijsteam voordragen. En het geldt dus dat per partij of bestuur mag één team worden voorgedragen. Dus mocht je na deze sessie denken, heel leuk, ik wil graag meedoen, is het goed om vast contact te zoeken binnen je eigen instelling. Om ook te polsen van, zijn er misschien nog anderen die geïnteresseerd zijn? Omdat je dan dus intern moet kijken wie er dit jaar mee mag doen en misschien een andere keer volgend jaar. En ja, wie kan dan voorgedragen worden? Dat gaat dus om onderwijsteams. Nou ja, het woord zegt al een beetje, dat zijn meer dan één persoon. Dus minimaal 2 en maximaal 10 personen. En ja, een onderwijsteam kan uit heel veel verschillende rollen bestaan. Natuurlijk docenten, onderwijsdirecteurs, bestuurders, adviseurs, onderzoekers. Maar natuurlijk ook studenten kunnen ook natuurlijk een hele goede partij zijn. En er kan natuurlijk nog veel meer zijn. Waarbij het gaat om een team dat het afgelopen 6 jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd. En nou ja, een bijzondere prestatie is natuurlijk een heel erg breed begrip. Hangt natuurlijk ook heel erg af van het onderwijsinitiatief dat je hebt ontwikkeld, de context van je instelling. Maar dat kan dus gaan over een bijzondere samenwerking die je bijvoorbeeld met het team hebt gerealiseerd. Dat je op een bijzondere manier hebt samengewerkt. Bijvoorbeeld dat je heel evidence-informed je project hebt opgezet. En het kan natuurlijk ook gaan over de impact van je initiatief. Heb je bijvoorbeeld heel erg veel studenten op je instelling bereikt? Heb je misschien voor een wat kleine groep studenten juist een hele grote impact, een positief effect bereikt? Dat kan natuurlijk allemaal. Dus het verschilt ook gewoon heel erg per geval wat dat is. En dat kun je natuurlijk uitleggen als je een voordracht indient waar dat dan precies in zit. En daarnaast, dit zijn vooral de rollen die ik noemde, vooral mensen die op het onderwijs zelf werkzaam zijn. Het is natuurlijk ook heel erg logisch of mogelijk dat er ook partijen buiten het onderwijs zijn die een hele belangrijke rol vervullen. En daarom is het ook mogelijk om zogeheten samenwerkingspartners op te geven. Dat zijn partijen die niet zelf direct werkzaam zijn in het onderwijs of onderwijs volgen, maar die wel een grote rol hebben binnen het initiatief. Dat kan natuurlijk gaan om bedrijven, maatschappelijke partners, gemeentes en nog eigenlijk veel meer. En die mogen natuurlijk ook meedoen. En die worden dan als samenwerkingspartners opgegeven. En dat is eigenlijk hoe dan je team eruit zou zien. En nou ja, misschien denk je, nou, ik wil wel graag een voordracht indienen. En dan ga je dus door het komend jaar door een heel proces waarin een beoordelingscommissie naar alle voordrachten kijkt. Om natuurlijk uiteindelijk te bepalen wie de winnaar is. Of de winnaars zijn. En daar zal Henriette iets meer over vertellen. Yes. Zoals Lars al zei, zal ik jullie even door het proces lopen. Mochten er vragen zijn die opkomen, zet ze vooral in de chat. En dan behandelen we ze aan het einde van deze bijeenkomst. Om eens te beginnen is het denk ik belangrijk om de call for proposals goed door te lezen. Eigenlijk alle informatie die in deze presentatie staat, die staat daar ook in en uitgebreider. En de financieringspagina die te vinden is op de NRO-website. We zullen deze presentatie ook toesturen. Dus dan is het ook nog mogelijk om gewoon op de link te klikken. En dan komen jullie daar. Vervolgens kun je inloggen of een account aanmaken als je dat niet al hebt op ISAAC. Dat is eigenlijk het systeem wat wij gebruiken om voordrachten te behandelen. Daar is het voordrachtsformulier ook te downloaden. Deze kan je invullen en moet dan door de hoofdaanvrager worden ingediend bij ISAAC. De hoofdaanvrager is eigenlijk de penvoerder van de voordracht. Dus dat zal ook het aanspreekpunt zijn vanuit ons, vanuit de NRO en eigenlijk de persoon met wie wij contact hebben. Verder wil ik heel graag meegeven dat de deadline staat natuurlijk al op de presentatie, is op 5 november. Begin vooral op tijd met het indienen bij ISAAC. Het is een heel programma en er zit een harde deadline aan van 2 uur. Dus ik zou zeggen, zet het vooral een aantal dagen eerder in je agenda. Mocht er iets gebeuren, dan heb je wat speelruimte om daar
op in te kunnen spelen. Het zou gewoon heel zonde zijn mocht je nou net de deadline missen doordat het internet uitvalt of de techniek niet goed werkt of nou ja, wat er dan ook allemaal kan gebeuren nu. Nou goed, als je de voordracht hebt ingediend bij ISAAC, dan krijg je altijd een ontvangstbevestiging. Dus check daar ook voor in je mailbox. Dan gaat het eigenlijk naar het bureau. Het NRO zal dan controleren of de voordracht aan de kaders voldoen die gesteld worden in het formulier. Mochten we daar iets in vinden wat niet klopt of een foutje, dan zullen we contact opnemen. En heb je eenmalig de kans om dat formulier aan te passen en opnieuw in te dienen. Dus hou vooral na het indienen van de voordracht goed nog even de mailbox in de gaten. Als de voordracht in behandeling wordt genomen, dan ontvang je daar ook een bevestiging van. En dan weet je zeker dat het goed binnen is gekomen en dan wordt het eigenlijk doorgezet naar de commissie. Yes, en dan komen we bij de beoordelingscommissie. Het is misschien goed om kort wat daarover uit te leggen. Wellicht bij sommigen van jullie zal dat bekend zijn. Maar de beoordelingscommissie die brengt eigenlijk een advies uit over wie de premie zou moeten ontvangen voor aankomend jaar. En dat advies dat sturen zij door naar de Programmaraad voor Wetenschappelijk Onderzoek. En gebaseerd op dit advies zal uiteindelijk de Programmaraad een officieel besluit nemen. Nou goed, wie zit er dan in de beoordelingscommissie? De beoordelingscommissie bestaat uit een technisch voorzitter, studenten, docenten en experts op het gebied van onderwijsinnovatie. En zij zullen de voordrachten gaan testen aan drie criteria. Deze criteria zijn in de call for proposals nog verder te lezen, maar kort samengevat gaat het over 50% van de beoordeling zal bestaan over de onderwijs, over het initiatief en het onderwijsteam, de impact binnen het onderwijsveld en de evidence-informed aanpak. Yes. Hoe dat in zijn werk zal gaan, is dat eerst de commissie een pre-advies zal schrijven. Dus dat is eigenlijk leveren zij schriftelijk commentaar op de voordrachten. Dit schriftelijk commentaar zal geanonimiseerd terug worden gestuurd naar de indieners. En dan is er mogelijk om een weerwoord op te schrijven. Daar is een bepaald formulier voor dat jullie ook meekrijgen. En daar is 1000 woorden de ruimte voor om eigenlijk bepaalde vragen of verder verheldering te bieden aan de commissie. En nadat wij alle weerwoorden hebben ontvangen, dan zal de commissie bij elkaar komen. En in persoon, in een beoordelingsvergadering, alle voordrachten bespreken. Daarbij is het belangrijk om te vernoemen dat ze onafhankelijk van elkaar gescoord worden. Wat betekent dat iedere voordracht op zichzelf wordt beoordeeld. Op de criteria worden zij gescoord. En daaruit zal een rangschikking komen en daaruit kan de commissie het advies adviseren welke de 5 hoogste scorende onderwijsteams uit te nodigen voor een interview. Mocht je dus bij de 5 hoogst scorende voordrachten zitten, dan krijg je de uitnodiging voor een interview. Wellicht hebben er mensen vorig jaar ook al meegedaan of verhalen gehoord van eerdere deelnemers. We hebben de procedure dit jaar iets aangepast. Afgelopen jaren bestond het interviewprocedure altijd uit 2 interviews. Dat hebben we dit jaar teruggebracht tot 1 interview. Daarin krijg je de mogelijkheid, of het onderwijsteam krijgt de mogelijkheid om een onderwijsinitiatief te laten zien. Dus dat is eigenlijk de ruimte om de commissie op een bepaalde manier deel te laten nemen aan het onderwijsinitiatief. En daarna is er een vragengesprek. Afhankelijk daarvan zal de commissie opnieuw scores uitbrengen. En krijgen de onderwijsteams een bericht of ze zijn genomineerd of niet.
Yes, en dan is uiteindelijk komen we uit bij de uitreiking op het Comenius Festival. Dat zal plaatsvinden in juni van 2025. Daar wordt uiteindelijk rangschikking, dus wie eerste, tweede of de derde prijs heeft gekregen, bekendgemaakt en worden de oorkondes uitgereikt. Dus dat eigenlijk in een notendop hoe het proces zal verlopen. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Carleen Klaasens, de winnaar van afgelopen jaar. Yes. Carleen, the floor is yours. Dank je. Goedemiddag allemaal, ik ben Carleen Klaasens. Ik werk bij het Alpha College. En namens het Alpha College zal ik jullie iets vertellen over het afgelopen jaar en de premie die wij hebben gewonnen. Op de foto zien jullie het team wat met mij mee is gereisd naar de uitreiking. En dat zegt ook direct iets dat het een groot team was. Dus we hebben echt gebruik gemaakt om het onderwijsteam allemaal aan te melden. Dus er zijn verschillende docenten, onze directeur, managers, mensen die betrokken waren bij ons initiatief, hebben wij opgegeven in ons onderwijsteam. En het leuke daarvan is dat we eigenlijk het heel gezamenlijk hebben aangepakt. Dus iedereen heeft eenzelfde rol vervuld in dit proces. En wat hebben we dan precies gedaan? Dat zie je op de volgende pagina iets meer over. We hebben een opleiding opgezet bij het Alpha College voor nieuwkomers. Dit is echt een voorbeeld wat heeft gewonnen, maar het is natuurlijk heel anders. Kan me voorstellen voor jullie projecten. Maar als voorbeeld, wij hebben een opleiding opgezet omdat we zagen dat nieuwkomers in het MBO niet altijd voldoende aandacht kregen. Dat de slagingspercentages niet altijd hoog waren. Dus dachten, wat kunnen we daaraan doen? We maken een opleiding specifiek voor de nieuwkomer. Met veel MT2-docenten en een heel ander programma dan dat wij gewend waren binnen onze ROC. En die opleiding heette Interculturele Coach Onderwijsassistent. En dat is ook een nieuwe rol daarmee. Dus we hebben ook gezorgd dat mensen met een migratieachtergrond binnen ons ROC aan het werk gingen als onderwijsassistent. Veelal waren docenten geweest in hun eigen land. En op die manier vragen wij aandacht voor culturele verschillen in het onderwijs. Dus als je, ik zit nog erg in mijn hoofd met de beoordelingscriteria van de NRO. En de eerste beoordelingscriteria, het initiatief, is dus bij ons vrij duidelijk, omdat wij in die zin gewoon een nieuwe opleiding hebben opgezet, die nog niet bestaat. En daarmee ook een sociale innovatie hebben gecreëerd. En we hopen dat dat groter mag worden door een nieuwe baan in het onderwijs te poneren. En dat is ook een van de redenen geweest om te schrijven, omdat we dachten, nou, in Groningen gaat dat zo goed en in Hogeveen laten we dit proberen landelijk te krijgen. Dus we hadden ook direct wel een doel voordat we meededen, om te kijken of dit initiatief breder gedragen kan worden in Nederland. En ons tweede doel en initiatief is ook dat docenten cultureel sensitiever worden. Dus wat jullie zien op het andere plaatje is de mini-expeditie. En dat staat eigenlijk voor een leergang of training voor docenten op het gebied van culturele verschillen. Krijgen we steeds meer mee te maken in onderwijsland. En het gaat vaak over taal en andere vaardigheden, maar minder over culturele verschillen. Dus vandaar dat we dat als bijvangst eigenlijk mee hebben genomen. En ik denk als tip kan ik daarin meegeven, is om veel te spreken met mensen, zodat je scherp krijgt wat precies die innovatie is. Ja, want het blijft vaak onduidelijk. Dus, maar doordat je er vaak over spreekt, dan wordt het concreter. En dat is wel nodig, omdat je maar een paar woorden hebt om eigenlijk je initiatief te duiden. Dus dat is eigenlijk mijn eerste tip. En het tweede onderdeel van de NRO, waar ze erg op letten, is natuurlijk de impact die je hebt. Met deze opleiding hebben wij tot nu toe 80 studenten ongeveer opgeleid. We zijn 2 jaar geleden begonnen. Dus de groep is niet zo groot, alleen onze studenten helpen wel weer heel veel andere nieuwkomers studenten. Sowieso leerlingen, cursisten, gaan ze maar door. Dus de olievlek wordt daarmee wel groter. En we zien dat het ook zich uitbreidt van naar buiten het onderwijs. Dus onze studenten gaan bijvoorbeeld ook bij gemeentes aan de slag, et cetera. Dus onze groep studenten is minder groot, maar de impact die zij hebben, die is denk ik relevant en ook. Nou ja,
in mijn ogen passend bij wat de samenleving momenteel nodig heeft. En het onderzoeksgedeelte is denk ik de basis om zoiets op te zetten. Dus we zijn gestart met marktonderzoek en literatuuronderzoek, panelgroepen. Dus eigenlijk in onze hele aanvraag is altijd het onderzoek verweven. In ons lesmateriaal is het onderzoek verweven. Het lesmateriaal bestond niet, dus we hebben heel erg onderzoek moeten doen naar wat moeten we dan aanbieden voor deze rol, deze baan. Dus eigenlijk hebben we continu gekeken naar hoe kunnen we onderzoek in de praktijk toepassen, zodat onze studenten daar beter van worden, meer van leren. Dus het onderzoeksstuk is denk ik wel kenmerkend voor het MBO, voor deze MBO-opleiding. En dan heb ik nog wat tips en tops opgeschreven op de volgende pagina. De tips, het hele proces kost bijna een schooljaar. Dus het is best wel een periode dat het tijd kost. En die stappen die je in het proces moet zetten, die kosten ook veel tijd. Dus inderdaad, ik hoorde het al, begin op tijd. Maar dat is echt zo, want als je het goed wil invullen en goed wil verwoorden, dan heb je dat niet snel voor elkaar. En de regeling die uitgeschreven is, die is heel uitgebreid. Maar ik denk dat het ook erg belangrijk is om het goed te lezen. Want anders loop je tegen een aantal dingen aan, hadden wij ook wel. Maar dat is ook direct wel weer een top, dat het contact met NRO heel prettig is. Dus achteraf gezien hadden wij eerder aan de bel af te moeten trekken en eerder moeten bellen van hoe zit het precies. Dat had wat gescheeld, dus die tip wil ik jullie in ieder geval meegeven. Als je iets niet weet, vraag het, want je wordt altijd prettig geholpen. Wees kort en bondig. Nou, dat is in het houtje aan het aantal woorden. Daar hadden wij vorig jaar wat moeite mee. Maar ook dat kost tijd om het echt precies zo te verwoorden wat je wil zeggen in die woorden die toegestaan zijn. En het belangrijkste is natuurlijk dat het een heel leuk proces is. Wij hebben echt heel veel energie gekregen. Eigenlijk al toen wij doorgingen naar de volgende interviewronde. Dus elke ronde was wel weer spannend. Maar ook wel weer heel erg leuk als je dan weer een ronde door bent. En het geeft zo'n boost aan je opleiding, aan het docententeam. Omdat je het zo gezamenlijk naar iets toewerkt. Maar ook dat je natuurlijk een perspectief hebt op weer nieuwe innovaties en dat je nieuwe dingen kan doen. Dus wat dat betreft kan ik het iedereen aanraden. Maak er wel tijd voor vrij, dat is wel echt mijn tip. Het is tijdrovend, dus als je het als je echt denkt, ik heb een goed initiatief, maak daar de tijd en ruimte voor vrij. En ik denk sowieso, je hebt er zelf iets aan, ook om dit goed op te schrijven, omdat je naar de buitenwereld toe beter kan communiceren wat je initiatief precies is en wat het innovatieve aspect is van jouw plan. Dus in die zin heeft het mij zelf woorden gegeven om nog duidelijker dan te maken waarom ik denk dat deze opleiding heel belangrijk is. En ik moet ook zeggen, de vragen van de commissie hebben daar zeker bij geholpen, omdat mensen natuurlijk vanuit een blanco perspectief naar jouw geschreven stuk kijken. Dus dat daagt uit dan om goed te verwoorden wat je eigenlijk wil zeggen en wat om weergave te geven van de realiteit. En dat is natuurlijk best wel lastig als het een complexe innovatie is om dat zo kort en bondig mogelijk weer te geven. Dat is eigenlijk voor nu wat ik mijn opvolger hopelijk volgend jaar wil meegeven. Ja, dankjewel Carlien. Ik zal ook mijn scherm even stoppen met delen. Ik ben ook wel benieuwd, Carlien, voordat we naar de vragen in de chat gaan en de vragen die nu alle andere mensen nu hebben. Van ja, waar staan jullie nu als team? Weet je al wat jullie gaan doen met de premie? Hebben jullie al allemaal nieuwe contacten of netwerken gevonden die jullie eerst niet kenden? Of ik ben wel benieuwd daarnaar. Ja, goede vraag. Ja, zeker. En dat is natuurlijk wel belangrijk. We hebben al voordat we de eerste aanvraag hebben gedaan, nagedacht, stel dat we winnen, wat gaan we dan doen? En dat helpt omdat je dan makkelijker kan schrijven en ook de impact kan verwoorden.
Dus wij zijn op zoek gegaan inderdaad om onze opleiding uit te breiden. Dus we hebben veel contacten nu bijvoorbeeld gezocht met kinderopvang. En na het winnen van de prijs andersom ook zij met ons. Hè, zodat we onze opleiding op meerdere plekken kunnen aanbieden. En we hebben veel aanvraag gekregen voor docenten of docententeams. Mensen in het onderwijs en ook daarbuiten om toch meer geschoold te worden in culturele diversiteit. Dus dat was natuurlijk ons doel. En nou, ik hoop dat dat de komende 4, 5 jaar alleen maar meer wordt. Ja, mooi.